de oogsten van vorig afgelopen jaar zijn gedeeltelijk mislukt in Amerika. In Engeland is het een ziekte geweest. Dramatisch nieuws natuurlijk voor Brabant. Het moet overigens wel echt raar gaan lopen, wil het een wereldwijd probleem worden. Ik zie toch een soort zeewierchips daar uit die cellofaan. Ja, ga daarop door. Je zit er op goed. Ja, want het wordt geen wereldramp. Nee. Dat heeft hij gezegd. Mm-hmm. Het wordt geen wereldramp. Want, die man gaat ook geen foto's maken. Als ramptoerist. Ik gooi hem erin. Dus, want de wereld kan zonder zeewierchips? Ja. Ja. De wereld kan bovendien zonder Brabant, denk ik. Hey. Oh. Oh. Ik zeg niet dat het moet gebeuren. Allemaal familie, hè, dit voor mij. Ik zeg niet dat het moet gebeuren, maar stel, ja, dan zou dat kunnen. Maar dan zou het een weekend kapot zijn, denk ik, hoor. Wie? De wereld? Ja. Oké. Ga door. Ga door met je programma. Oké, wat hier aan de hand is. Wat hier aan de hand is. Tot volgende week. Jij moet het afmaken, hoor. Ik denk dat het inderdaad een soort zeewierchips... Hij wou net compleet provincie Brabant afmaken. Dus ja. Volgens mij maakt het was een grapje, hè? Oh! Pak van mijn hart, hoor. Kan je dat in Brabant even op de camera zeggen? Anders krijgen we heel veel... Het was nog een geintje, mensen. Roe is comedian. En die maakt grapje ernaar. En hij pakte nu de hele... Ja. Jullie blijven bij zeewierchips? Ja, dankjewel. Zeewierchips. Zeg, ja. Wat denken jullie? Ja, wij gaan niet voor de zeewierchips. Nee, nee. Oh, dat is ook sowieso zeewierchips zou moeten zijn, maar goed. Ja. Los daarvan gaat het over hop. Er is een tekort aan hop voor speciaal biertjes. Speciaal biertjes? Precies, hop. En ik drink niet eens bier. Jij drinkt bier dan? Ja, ik baal er wel van. Dat zijn dus speciaal biertjes die dus niet gemaakt meer kunnen worden straks. Omdat er een tekort is aan hop. Maar Jeroen, jij zit hier. Ik was je even kwijt. Jij zat dit. Ja, de hop. 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 Oh. Goed, we gaan kijken. De hop is op. Een gat in de markt voor slimme ondernemers, zou je denken. Je start een hopplantage en het geld stroomt binnen. Nee, dan loopt het niet binnen, want het duurt een aantal jaren voordat jij dan echt ook hop hebt. Dus dan is misschien tegen die tijd het probleem weer opgelost. Hopgelost dan weer alweer. Hopgelost, ja. Laten we hopen dat de hopoogst weer op gang komt. Want anders, dan is het wachten tot Sint Servatimus. Oei. Wat een armoe. Ja, maar... ja, ik ben nog steeds van plan om sake te maken van hop. Gewoon hopsake. Hey. Hoppakee. Ja, de mensen in Brabant, die liggen allemaal plat nu. Hop. Ik zei het toch, ik zal het niet missen. Ja.